Goedemiddag, ik sta bij een nieuwe auto. Hij staat helemaal netjes voor je klaar. De trekhaak is gemonteerd. En de witte plaat voor bijbehorend bij de trekhaak die ligt in de kofferbak. In de deur heeft u hier de knopje zit voor de ramen. Met deze kan je de ramen achter vastzetten, zodat ze door kleinkinderen eventueel niet bediend kunnen worden. Linksachter, rechtsachter, linksvoor, rechtsvoor. Als je deze helemaal draait, dan klappen de spiegels helemaal in. Op deze manier. Zo klappen ze ook weer terug. Als je deze naar de linkerkant zet, dan kan je de linker spiegel stellen. En op deze manier de rechter spiegel. En zo staat hij weer in neutraal. Ik ga er even in zitten. Klein beetje in en uitzoomen af en toe, zodat u het beter kunt zien. De muziek doet het. Even kijken. Achter het stuur hier heeft u de verlichting. Die zet ik nu even op de autostand. Op deze manier gaat hij automatisch aan wanneer u een tunnel inrijdt of wanneer het donker wordt. En ook automatisch weer uit wanneer u de auto verlaat. Aan de andere kant achter het stuur heeft u hier de ruitenwisser. Die kan je draaien, dan gaat hij aan de achterkant. Als je hem naar beneden doet, gaat hij aan de voorkant. Naar je toe is sproeien aan de voorkant. Wanneer je de telefoon gekoppeld hebt met eventueel via Bluetooth, dan kan je hier telefoongesprekken opnemen en ophangen. Deze is voor de audio. Volume, harder, zachter. Je hebt beneden hier de knop zitten voor de cruise control. Dan zie je hier ook de snelheidsregelaar gaan branden. Dan kan je met plus kan je hem vastzetten, de gewenste snelheid. En als je dan de gewenste snelheid rijdt, kan je met je gas loslaten en met plus en min harder zachter rijden. Met de reset knop, wanneer je de rem hebt ingetrapt bij de cruise control, dan kan je met reset terug naar de laatst gewenste snelheid. Deze is om alles te vergeten van de cruise control. Deze voor de spraakbediening van de telefoon. Wanneer de telefoon gekoppeld is, kunt u de naam van de contactpersoon inspreken die u zou willen bellen. En dan kunt u bellen. Gaan we even naar het scherm. De climate control. Draai je naar de gewenste temperatuur. Spreekt een beetje voor zich. Deze voor de achteruit. Vooruit. Gaat de ventilatie ook gelijk wat harder. Deze kan je ook draaien natuurlijk om harder en zacht te zetten. Circulatie in de auto. Airco uitzetten. Zie je ook op het scherm terugkomen wat je precies doet. Ik kijk even of ik het iets beter te zien krijg. Even kijken hoor. Ja, zo zie je het beste. Even kijken. Je hebt hier de navigatie. Dan kan je doen rijd naar. En dan adres. En dan kan je gewenste plaats en postcode eventueel invullen. En dan straatnaam en huisnummer. Multimedia. Hier zou je eventueel via media kan je Spotify afluisteren van de telefoon eventueel wanneer die gekoppeld is. Systeem. Hier kan je de taal wijzigen en het scherm eventueel. Schermaanpassing van het hoofdmenu kunt u aanpassen. Klok wijzigen en het geluid. Even kijken, voertuig. En hier kan je kijken hoe zuinig je rijdt enzovoort. Dat zal je waarschijnlijk niet heel veel gebruiken. Met deze knop ga je automatisch terug naar home. Dit scherm kan je dus ook aanpassen. Staat nu rechts navigatie. De eco-stand is hoe zuinig je rijdt. En hier de muziek. Hierboven heeft u een knop zitten voor de gevarenlichten. En deze om de deur automatisch af te sluiten als u gaat rijden. De eco-stand hier beneden, daar kunt u iets zuiniger mee rijden. Ongeveer een halve liter op de 100 kilometer kan je daarmee besparen. Dus het is niet heel veel. In het dashboardkastje liggen netjes de boekjes van de auto. Mocht u nog vragen hebben, laat het gerust weten. En we wensen u alvast heel veel veilige kilometers. Tot maandag.